lente. Dus dan is het ook wel, ben ik geïnspireerd daar om dit soort dingen te maken. Ja, hier heb ik weer ook dat idee van de natuur die iets overwint. Hè? Alsof er oude vazen ergens liggen en een mos groeit erop. En er groeit weer een klein struikje of boompje op. Nou ja, hier ben ik bezig. Ik ben deze al roze aan het schilderen. Ik twijfel nog of ik dat, of ik ze allemaal roze wil gaan maken. Dus nou ja, goed, dat, hier heb ik een takje staan als voorbeeld voor de kleuren. Ik wil ook dit mos wil ik nog weer op de takjes gaan aanbrengen. Ik wil een aantal kleine werkjes maken voor mijn galerie Chiefs and Spirits. Die heeft een heel mooie locatie in Delft aan de Grote Markt. En daar wil ik een aantal kleine van dit soort hele mooie 17e-eeuwse vaasjes, lijkt me te gek daar. Want het is vroeger een antieke zaak geweest, waar die nu zit. En daar heb ik nog wel oude tegeltjes gefotografeerd voor mijn werk. En superleuk dat hij daar nu een galerie heeft. Dus daar zijn deze een beetje voor bedoeld. En nou ja, dit zijn nog wat oudere werken. Waarbij ik dan ook die natuur eigenlijk weer laat overwoekeren. Over ja, een soort verlaten auto. Er staat iemand die... blijkbaar die wortels doorhakken. Kun je van alles bij verzinnen. Hier staan wat beeldjes van mijn opa. Die verzamelde dit soort bonte Duitse beeldjes. Van meisjes vaak. Zijn nog hartstikke duur ook. En ja, dat vond ik fascinerend. Die enorme kleuren. En het bonte. Dat ik dacht van ja, daar moet ik wat mee. En wat het ook is, is eigenlijk slecht slapen. Want dan krijg ik midden in de nacht de mooiste ideeën. Dus dan heb ik heb altijd veel meer ideeën dan ik uit kan voeren. Dus ja, als ik de helft kan uitvoeren van mijn ideeën, ben ik al blij. Dus dan heb ik zo'n schetsboekje, dan maak ik snel even een notitie. Vaak schrijf ik het tegenwoordig op. Vroeger tekende ik alles, maar meestal schrijf ik het nu op. Ja, en dan komt de volgende dag op mijn atelier, maar dan moet ik nog andere dingen afmaken voordat ik dan die nieuwe ideeën kan werken. Dus ja, het is altijd die gekke fantasie of zo, waardoor ik eigenlijk altijd bezig blijf. Mijn ouders die waren niet zozeer creatief, mijn moeder wel, die deed op een gegeven moment de cursus. En die maakte ook vroeger prachtige collages met tijdschriften. En die cursus, ja, die Telia-cursus, die heb ik een keertje... ja, zien liggen. En toen dacht ik van nou, ben ik daar ook in gaan bladeren. En toen ben ik die eigenlijk gaan gebruiken. Ben ik ook allerlei technieken van gaan leren en zo. En ik had op school had ik reclame tekenen. Dus daar moest ik dat ook al toepassen. En dus in die zin heb ik ook wel, zeker van mijn moeders kant, heb ik daar wel wat van meegekregen. Ik wilde eigenlijk reclamevormgever worden. Maar al gauw vond ik dat helemaal niet mijn wereld. En op die... opleiding ontmoet ik een jongen en al gauw hadden we een atelier naast de opleiding, atelierruimte, en daar gingen we gewoon lekker vrij schilderen. We leerden een kunstenaar kennen in Amsterdam en die verdiende ontzettend veel geld met zijn werk en dat liep als een trein, dus dat dachten we, dat willen wij ook. Dus toen ja, bedacht ik wil die kunstkant op. Van de week kreeg ik een ontzettend leuke vraag van Die Zeit, in een magazine in Duitsland. En die wilde een afbeelding van zo'n vaas met zo'n mooie bonsai erheen, wilden ze gebruiken in een artikel over China. Of China zich wel een beetje ook aan het milieu gaat houden. Of die het milieu wel een beetje blijft bekijken.
En ik denk, ja, dat vind ik te gek dat ze dat zien, dat dat daarmee te maken heeft en dat dat dus op die manier ook gebruikt wordt. Ja, mijn werk vormt een, inderdaad een soort ja, brug tussen oude antieke elementen en hedendaagse elementen. Dat antiek, dat komt omdat wij vroeger een antiekwinkel aan huis hadden. En heel vaak, mijn moeder hield nogal van verbouwen. En ja, het is constant weer andere ideeën. En dan woonden we in de antiekwinkel. Dat vond ik, was heel klein, het was ontzettend knus. En ik was altijd gek op al die spullen die daar te vinden waren. Dus dat antiek, dat heeft altijd wel een soort, ja, daar heb ik wel een soort passie voor. En ik vind het heel leuk, ook om dat in mijn werk te gebruiken. En ja, kijk, mijn werk gaat vaak ook over, ja, oude dingen die je zou kunnen vinden die overwoekerd zijn door de natuur. Dus in die zin is het mooi om oudere spullen te gebruiken. Ik heb mijn materiaal heb ik nu tegenwoordig hele mooie antieke vazen en antiek keramiek en porselein. Ik heb antiek handelaren die dat voor me zoeken. Dan zoeken ze vooral de slecht gerestaureerde en gebroken spullen. Soms bestellen ze in China een mooie oude vaas en dan komt die gebroken aan. Nou, en dan krijg ik een berichtje. En dan kan ik dat gebruiken. Dus dat is een... En voor de rest marktplaats. Ik zoek heel veel op marktplaats. En dan koop ik ze wel, ja. Ja. Nou ja, en vooral als ze dan een beetje beschadigd zijn, zijn ze natuurlijk ook veel minder waard. Maar het is een prachtige vaas dit. Ja, die is nog helemaal heil. Ja, nog wel. Zou ik hem breken? Ja, ik doe het wel. Tegenwoordig exposeer ik veel in het buitenland. Een van de mooiste die ik me nu zo snel kan herinneren was in San Francisco. Had ik een beurs met mijn galerie in Amerika, Duane Reade. En dat was voor het eerst dat hij mijn werk meenam naar de beurs. Dus dat was nog afwachten hoe dat gaat. Ik wist ook nog niet hoe ik dat moest doen met het vervoer van het werk. Dus ik dacht, nou, waarom ga ik er niet heen? Dan neem ik het mee in het vliegtuig. Dus mijn vrouw vond het ook een heel leuk idee. Dus toen zijn we met onze twee zonen... zijn we op reis gegaan en toen had ik grote kisten mee. En die moesten in de odd luggage, moesten die mee. Nou, het was een enorm gedoe, dat ga ik nooit meer doen. En dan moesten we ook nog door de douane. En ik geloof dat we maar 15 minuten voor de opening van de show kwamen we aan. Maar alles was net aangelukt. En ik had alles verkocht. Dus we hebben toen met die jongens een prachtige reis gemaakt. En dat was een fantastische tentoonstelling. Levensmotto of de quote waar ik nu met mijn kunst mee bezig ben, is natuurlijk de natuur, hè? De aanpassingsvermogen van de natuur. Als mens zijn we een beetje deze wereld natuurlijk aan het verkloten op dit moment. En dat, of dat de goede kant op gaat, dat moeten we nog maar zien. Maar wat voor troep wij er ook van maken, weet je, die natuur die weet altijd wel weer zijn weg te vinden. Dus het is natuurlijk een beetje post-apocalyptisch soms wat ik doe. Hè. Dus stel dat je iets in de natuur, misschien over 100 jaar en wij zijn er niet meer. Dan ligt daar iets en de natuur heeft dat weer overgenomen en die groeit daar weer op. Kijk, in de loop van de geschiedenis van deze wereld is het al heel vaak gebeurd dat al het leven is uitgestorven. Het is altijd weer teruggekomen, dus dat zal ook wel weer gebeuren. Heel veel van mijn kunst komt inderdaad komt uit tradities uit China. Wat ik een heel mooi gegeven vind, is dat heel lang geleden die boeddhisten in China, die liepen daar in die bergen, hoog in die bergen, en dan zagen ze die kleine boompjes staan. En die wisten daar net te overleven, want die zitten heel hoog. En het was helemaal een beetje zo kronkelige boompjes. Die namen ze mee naar hun klooster. En dan gingen ze mediteren over de kracht van de natuur. En dat vond ik eigenlijk zo'n mooi verhaal, dat ik, dat is echt iets wat in mijn kunst terugkomt. Dus daarom gebruik ik ook vaak die bonsaiboompjes. Omdat ik die kracht van de natuur daar heel goed in kan zien. Ook al is het zo moeilijk om te overleven. Zo'n boompje die heeft een enorme kracht. Dat zit overal achter eigenlijk. Dat zit ook in ons. Ik pak hem er wel even bij. Dit boompje is een kamperfoelie. Nou, hij begint nu al mooi te bloeien. Maar deze zag ik staan. Ik was bij een vriend in Rotterdam in een industrieterrein. En dit boompje was aangereden door een vrachtwagen. Dat is meer wat er bij ons in Nederland dan gebeurt qua drama in de natuur. Aangereden door een vrachtwagen in een industrieterrein. Dus het was helemaal gebroken, maar het groeide nog wel. Dus toen vroeg ik aan die vriend van me, mag ik je schep even lenen? Ik heb die boom uitgegraven.
En nu een jaar of 4 later begint dat een bonsai te worden langzamerhand. Als het is alsof het een hele mooie oude boom is. Zo, dus dat gevoel voor het drama van de natuur, dat zit in China en in Japan. In die tradities zit dat verweven. Ik ben verzamelaar, want ja, ik heb altijd het idee dat ik dat nodig heb voor mijn werk. En soms heb ik een idee en dan ga ik enorm verzamelen. En dan uiteindelijk heb ik weer een ander idee. En dan vandaar dat mijn zolder hier ook helemaal vol ligt. Dus daar filmen we even niet. En het is ook een gekte. Ja. Mijn binding met deze omgeving, de plek waar ik werk, is ontzettend leuk. Want ik kwam hier als kind, hier stond een hooischuur. En dan mochten we van Piet, de eigenaar van de boerderij hier, mochten we hier gewoon spelen. Dus in die hooischuur, ja, gingen we natuurlijk vanuit de nok, gingen we in dat hooi springen. En van alles te beleven hier bij die boerderij, de koeien, de kalfjes. Dus ik heb hier ontzettend veel goede herinneringen aan. En dan liepen we door de weilanden met een polstok en dan maakten we mooie wandelingen. Dus dat ik daar nu gewoon zo weer bezig ben, is natuurlijk fantastisch. Met datzelfde uitzicht en die heerlijke sfeer. Ja, nou, inspiratie is tegenwoordig heel veel op Instagram eigenlijk. Dan kan je heerlijk scrollen en zie je zo verschrikkelijk veel kunst voorbij komen. En ik heb niet zo gauw een naam waarvan ik zeg, dat vind ik helemaal te gek of zo. Maar het is ontzettend leuk om heel veel kunst te zien en voorbij te zien komen. Hè? En daarmee, en dan ben ik ook altijd blij dat ik niet hetzelfde zie als wat ik al maak. Dus dat ik nog steeds origineel ben. En dus dat is wel heel inspirerend tegenwoordig. Dat de wereld van de kunstenaars veel meer met elkaar verbonden is. Hè? Dat je ziet wat er over de hele wereld aan kunst gemaakt wordt op dit moment. En waar mensen in hun atelier mee bezig zijn. Dus dat vind ik ook leuk om zelf te laten zien. Ja, dit is echt zo'n vaas inderdaad, die je als kaststel bij je oma ziet staan, waarvan je wat misschien niet eens opvalt, maar waar je toch een prachtig kunstwerk van kan maken. En dit soort vazen, dat zijn Hollandse, oorspronkelijk waren dat soort van Hollandse imitaties van het Chinese aardewerk in de 17e eeuw, was dat natuurlijk niet aan te slepen, dus wij gingen dat namaken. Porselein konden we nog niet maken, dus we deden dat met aardewerk. En je ziet ook die afbeeldingen die je op Chinese vazen ook ziet. Die worden dan nageschilderd. Wat je hier ziet, die gekke ronde vormen, dat is wel leuk. Dat waren oorspronkelijk rotsen met van die gaten erin. Dat waren van die Chinese rotsen. Een beetje zoals dit soort rotsen. En wij gingen dat naschilderen, maar ze wisten helemaal niet wat ze zagen. Dus ze maakten daar een soort bloemen van. Maar dit zie je heel vaak nog terug. Dat vind ik grappige dingen om te zien. Nou, dus deze ga ik breken nu eventjes voor de film. Als het lukt. Dus dat doe ik even heel voorzichtig. Want ik wil wel. Dat ligt er wel eens aan. Soms wil je een soort ster erin hebben. Waar dan een boom uit komt groeien. Dus dan sla je er keihard met een hamer tegen. Dan krijg je een mooie ster. Maar deze wil ik in meerdere grotere stukken hebben. Dus ik ga het proberen. Hem altijd een beetje vallen zo. En op een gegeven moment hoor je dan dat hij anders klinkt. Nou, dat ging heel snel in dit geval. Dat is een mooie breuk. Die gaat dan nog een keer. Deze. Ja, deze kan ook nog. Dan hoor je hem.
Ja. Dit is precies goed zo. Een wat groter stuk. Hier komt waarschijnlijk zo de boom in te staan. Dus dan heb ik weer een... Ja, in Japan heb je een oude traditie en daarbij hebben ze bijvoorbeeld een gebroken vaas en dan gaan ze die weer lijmen, maar dan lijmen ze dat niet zodat je zoals dat, dat helemaal niet meer ziet, nee, dan lijmen ze het juist met een lijm met goud, zodat je juist die breuklijn goed ziet. Dus ook gewoon zo van het, ja, datgene wat niet helemaal perfect is, dat mag er zijn. Dat het voegt juist iets toe, want het heeft dan geleefd. Dat vind ik heel mooi van het Japanse. Dus ik doe dat dan op een andere manier. Ik doe dat met het mos wat erin groeit. En, dus dan eigenlijk ook weer een soort inspiratiebron, dat kintsugi. Dus deze ga ik dan weer, ga ik weer puzzelen en wil ik in elkaar zetten. Maar hij moet natuurlijk altijd net even anders in elkaar dan alsof de natuur dat een beetje uit elkaar heeft laten groeien. Dan ga ik hier dan straks een boom in bedenken. Dan draai ik een aantal van dit soort aluminium draden in elkaar. Ga ik bedenken hoe die komt die eruit. Of misschien komt er wel een plant in. Of misschien komen er bloemen in. Dat is altijd even zoeken naar even kijken. Even rustig een bakje koffie drinken erbij. En dan eens bedenken wat ik hier nou weer mee ga doen. Maar het is een mooie vaas. Handgeschilderd. Het was een dure.